Om deze rubberkorrels is de afgelopen tijd veel gedoe geweest. In de rubberkorrels zitten organische stoffen genaamd PAX, die kankerverwekkend kunnen zijn. En we weten natuurlijk allemaal dat een PAX wat in dat kunstgras zit, totdat niet een goede stof is. Maar dat betekent nog niet automatisch dat er gezondheidsrisico's aan zitten. En daar kunnen wij als gemeente alleen maar kijken naar onze partners, dat is GGD, RIVM, KNVB en de afgeronde onderzoeken. De leverancier van de korrels, Band en Milieu, heeft via een onderzoeksbureau verschillende velden laten testen op de aanwezigheid van de hoeveelheid PAX in de korrels. De velden in Amstelveen zouden daarbij goed scoren. De Amstelveense velden voldoen ruim aan de normen zoals die op dit moment zijn vastgesteld. En dat geeft voor mij op dit moment genoeg vertrouwen om te zeggen, blijf vooral sporten in de weekend. Dan kan ik me voorstellen, als je bent ouder, je kind speelt hier elke weekend op het veld. Al die onderzoeken, op een gegeven moment zie je door het boom het bos niet meer. Welk onderzoek moeten we nou geloven en welk niet? Wij horen ook de tegenstrijdigheden in de uitkomsten van die onderzoeken. Daarom zijn we ook zo blij met de uitkomsten van in ieder geval van de velden in Amstelveen. Die echt hele goede scores hebben. Laat ik je zo zeggen, redelijk zuivere rubberkorrels met lage waarden. En dan kunnen wij alleen maar zeggen, in combinatie met advies van RIVM, GGD en KNVB, blijf vooral sporten. Toch worden er nog steeds naar alternatieven gezocht om uiteindelijk de rubberkorrels te vervangen. Ga je terug naar gras, dan heb je 4 keer zoveel velden nodig. Wil je alle kinderen laten sporten? Ga je naar kokos of naar plastic? Kokos is een natuurproduct, maar we weten helemaal niet hoe lang dat meegaat. We weten ook helemaal niet hoe dat reageert op het moment dat daar zweet, bloed, etc. opkomt. De plastic korrels weten we niet hoe lang dat houdbaar is. Maar wat zou dan de reden zijn om uiteindelijk die rubberen korrels toch te vervangen als het blijkt dat het gewoon veilig is? Nou, omdat je natuurlijk continu aan het zoeken bent of je betere, kwalitatief betere, hè, dus voor de sporten, en eventuele gezondheidsrisico's helemaal kan wegnemen. Tot slot voor de goede orde, de gemeente Amstelveen raadt het niet af om op kunstgraskorrels te sporten. Nou, zo is het. Ik zou zeggen, gewoon sporten. We volgen het nauwlettend, maar op dit moment is er geen aanleiding om te zeggen dat we niet meer kunnen voetballen of spelen op deze kunstgrasvelden.